Hallo, vandaag laat ik jullie verschillende manieren zien om je nagels te lakken. Als eerste begin je altijd met een basiscoat. Dit voorkomt dat je nagels verkleuren en daardoor blijft de nagellak ook echt langer zitten. Het eerste filmpje laat ik zien een lichte nagellak. Voordat je begint de nagellak altijd eerst eventjes in je handen draaien zodat hij goed door elkaar zit. Lichte nagellak is wat vloeibaarder als gekleurde nagellak. En daardoor kan je hem makkelijker over je nagel strijken. Maar je moet hem wel de gelegenheid geven om zelf in elkaar over te vloeien. Dus nadat je de nagel er helemaal mee bedekt hebt, laat je gewoon de nagellak zelf in elkaar overvloeien. Je zet het kwastje iets voor de nagelriem en verdeelt de nagellak zo over je nagel. Nou, dan komt altijd het lastige. Dan moet je even wachten tot hij droog is. Maar daarvoor kan je ook splitsdraaien gebruiken van Orly. Je kan tussen de eerste en de tweede lak in. En dan kan je vrij snel weer verder. Het verzorgt ook nog eens een keer je nagels en je nagelriemen. Helemaal geweldig spul. Nou, dan kan de tweede laag eroverheen. En ook hierbij, bij een lichte lak, is het weer laat hem zelf overvloeien. Anders krijg je strepen. Dus gewoon even met rust laten en dan gaat hij vanzelf mooi. Zie, zo is hij helemaal mooi bedekt. En zo is die met twee laagjes. Helemaal mooi. Dan gaan we over naar de French techniek. Er zijn van allerlei nagellakmerken zijn er French lakjes. Ik gebruik het liefste deze. Die is van Sally Hansen. Die heet Shall We Dance. Is niet echt specifiek een French lak, maar ik vind hem heel mooi. Je doet eerst dus die nagels zacht roze. Nou, dit is wel echt een specifieke French lak. Hij is niet echt spierwit. Ik vind hem mooier als dat hele witte wit. En je zet dus je kwastje aan de ene kant en dan draai je je nagel onder het kwastje door. Nou, als je geknoeid hebt, dan neem je gewoon een plat penseel, doe je een beetje nagellak remover en dan kan je op die manier kan je nog wat corrigeren. Nou, als je tevreden bent, dan gaat er natuurlijk een blanke topcoat overheen. Ook even goed aan de voorkant. En dan zijn je French nagels klaar. Dan hebben we nog de donkere nagellak. Dat is ook weer een techniek apart. Die is, doordat er meer pigment in zit, is die altijd iets stroever, iets dikker. Ook hier is weer de truc. Je zet hem vooraan bij de nagelriem en dan druk je het penseeltje op je nagel. En waardoor die ietsjes naar achteren gaat. En zo kan je heel dicht bij je nagelriem komen. Nou, dan strijk je het naar voren. Altijd in het midden beginnen.
En daarna de zijkanten meenemen. Ook hier kan je weer tussendoor, tussen de eerste en de tweede laag. Eventjes een splitslide doen. Heb je nou een nagel helemaal verknoeid, dan is het altijd heel gedoe om dat eraf te halen, omdat je dan je andere nagels weer beschadigt. Dus dan gebruik ik dit voor, een sponsje met nagellakremover. Deze is van de Ethos, zijn van meerdere merken te koop. En dan maak je één nagel schoon, echt tof. Nou, als je alle nagels twee laagjes gedaan hebt, gaat ook hier weer de topcoat eroverheen. Nou, hier zie je nog even wat ik gebruikt heb. Basislak, verschillende soorten nagellakjes. Ik neem altijd even een houtje bij de hand om wat te corrigeren. En een splitslijn natuurlijk, helemaal geweldig spul. Filmpje leuk? Abonneer, like en share.